afgelopen weekend hebben we de leeuwenbekken gezaaid. Als je dat nog niet hebt gedaan, is niet erg. Dan kan je gerust de komende weken nog doen. Maar ik ga verder met de juffertjes. En de juffertjes zijn hele leuke bloemen die ik je helaas nu niet meer kan zien, want ze bloeien niet meer. Als we ze nu gaan zaaien, dan heb je van mei tot en met juli ongeveer de bloemen. Dus het is ook een hele leuke periode als je nog wacht op de cosmea en de dahlia's en zo. En dan heb je mooi deze bloemen. En het zijn hele mooie gekleurde bloemen. Je hebt witte, blauwe, delftsblauw en African Bright. En African Bright is een hele mooie witte met een zwart hart erin. En ja, die vind ik zelf ontzettend mooi. Maar wat naast de bloem heel leuk is, is dat het ook een hele mooie droogbloem is. Je kent ze vast wel, die bolletjes die er dan nadat ze gebloeid hebben ontstaan. Dus ja, het is een mooie bloem die we nu gaan zaaien. Ik heb de zaaitray klaarstaan met zaaistekgrond, labels en dan gaan we aan de slag. Ik vul de zaaitray weer met de zaaistekgrond. De zaden zijn redelijk groot, makkelijk te zaaien. En er is een beetje, de een zegt dat het lichtkiemers zijn en de ander zegt dat ze ook wel een beetje voordeel hebben bij het donker. Dus we gaan ze boven op de aarde zaaien en dan heel lichtjes bedekken met een heel dun laagje grond. Nou, ik begin vooraan de tray en ik ga weer één zaadje per cel bovenop de aarde leggen. En dit is de African Bright, dus die steek ik even voorin. Nou, de zaden, dit is van de roze variant. Je ziet dat zijn ietsje andere zaden. Dus daar zit onderling een beetje verschil in. Nou, alle zaden zijn in de vakjes gezaaid en dan ga ik dus heel lichtjes zo een beetje, klein beetje er bovenop strooien. Het hoeft echt maar dunnetjes, zodat de zaden niet te veel bedekt zijn en dan druk ik het nog een klein beetje aan. Hey, vuurwerk. Nou, de waterbak heb ik hier klaarstaan. En dan gaat de hele tray, zet ik hier zo 20 minuten in, zodat hij helemaal goed is volgezogen. En dan is het klaar. Nog even een toevoeging voor als je gaat zaaien. Kies niet ervoor een te kleine zaaitray, want de wortels van de juffertjes die zijn nogal gevoelig. En die pakken niet dat het mooi compact blijft. Dus daarom hebben ze er wel voordeel aan dat ze niet heel snel verplaatst hoeven te worden. Daarom gebruik ik altijd deze zaadtray. Ik heb bijvoorbeeld een kleine die ik ook bij de leeuwenbekken liet zien. Die zou ik je hier niet voor adviseren. Gewoon meer ietsje groter, maar ook niet gelijk een hele ruime. Dat hoeft ook weer niet. Maar dat is echt even iets om aan te denken. De zaden kan je natuurlijk vinden in mijn webshop.